Aanwijzende voornaamwoorden. Een aanwijzend voornaamwoord wijst bijna letterlijk iets aan. Deze fiets, die pen, dat boek en dit schrift zijn van mij. Zo'n auto met zulke velgen wil ik later ook hebben. Aanwijzende voornaamwoorden die je nu leert zijn deze, die, dit, dat, zulke en zo'n. Zo'n is een samentrekking van zo-een. Voor zelfstandige naamwoorden waar het lidwoord de bij hoort, gebruik je als aanwijzend voornaamwoord die of deze. De fiets en daarom die fiets of deze fiets. Voor zelfstandige naamwoorden waar het lidwoord het bij hoort, gebruik je als aanwijzend voornaamwoord dit of dat. Het huis en daarom dit huis of dat huis. Als je verwijst naar iets wat verder weg is, gebruik je die of dat. Die jongen, dat meisje. Als je verwijst naar iets wat dichterbij is, gebruik je deze of dit. Deze fiets, dit mobieltje. Je kunt aanwijzende voornaamwoorden ook zelfstandig gebruiken, dus zonder dat er een zelfstandig naamwoord achter staat. Deze is van mij, in plaats van deze fiets is van mij. Zulke wil ik ook, in plaats van zulke schoenen wil ik ook. Dat loopt niet goed af, in plaats van dat verhaal loopt niet goed af. Let goed op dat duidelijk is waarnaar je verwijst. Benoem de aanwijzende voornaamwoorden. Heb je dat programma met die rare presentator gezien? De aanwijzende voornaamwoorden zijn dat en die. Ik heb zulke zere voeten van deze lange wandeling gekregen. De aanwijzende voornaamwoorden zijn zulke en deze. Dat huis is voor zo'n enorm bedrag verzekerd. De aanwijzende voornaamwoorden zijn dat en zo'n.